Voor het eerst in deze voorbereiding een thuisduel voor Jong FC Utrecht. Tegenstander de leeftijdsgenoten van Liel. Met na 10 minuten spelen gelijk een fraaie paas van Oussama Alou. Gerardy Hulteman weggestuurd, goede reflex van Lucas Lavallée, doelman van de Fransen. Wederom Oussama Alou. Ditmaal door de lucht. Loopactie van Ryan El Wasrak. Wederom let Lavallée op. Maar het is toch echt Jong FC Utrecht dat in die beginfase wat kansen creëert. Lange bal van Akmoen richting Mokono. Malawi met de volley. Kopbal van Hilterman. En een fraaie reflex wederom van Lavallée. Ja, broodnodig of vooral show? Waarschijnlijk een beetje van beide. En wat zet Liel daar dan tegenover? Nou, bijvoorbeeld dit. Over de rechterkant, Aguibou Camara lijkt de bal kwijt te zijn, maar heeft hem toch nog echt. Het schot van Rocco Ascone, rebound voor Camara en twee hele fraaie reddingen van deze Tijmen Nijhuis. De man onder de lat bij Jong Utrecht. Van der Kust behoudt het overzicht. El Asrak, dit moet hem zijn, maar is hem niet van de lijn gehouden. En zo ga je toch afvragen, hoe is het mogelijk dat het nog 0-0 staat op Sportcomplex Zoudenbalch? Nou, daar is hij. Aguibou Camara. Liel op slag van rust. Op een 0-1 voorsprong. En dat zou ook nog 0-2 kunnen worden. Maar dat wordt het niet, want een heerlijke reflex zeg. Wederom Nijhuis. En dat was het wel wat betreft de eerste helft. 0-1. Dan het tweede bedrijf met een vogelvrije Santel. Die kopt de bal op de paal. En dit is wat ze dan noemen centimeterwerk. Pech voor Tel. Een van de vele nieuwe namen in die tweede helft. Corner van Liel. En nu pech voor de Fransen. Want deze, ja, die moeten toch eigenlijk gewoon in. Maar het gebeurt niet. En zo is de stand nog altijd 0-1. En dan aandacht voor een heerlijke actie. Santel naar Ruben Kluivert. Die speelt Tim Pieters in. Klaargelegd voor Denzo Casius. Lange bal in de richting van een van die andere nieuwe mannen in de tweede helft. Tommy van Butselaar lijkt er niet bij te kunnen komen. Botsing met de keeper. Bal is dan nog niet weg. Van Butselaar krijgt hem terug en prikt fantastisch raak. En wat is hij dan alert? Van Butselaar. Zoals hij dat ook al was in het oefenduel tegen Vitesse. Dat eindigde in 3-3. En dit is de 1-1. Jong Utrecht gaat natuurlijk op zoek naar een 2-1. Bijvoorbeeld via deze Zinedine Boerenbaba. Maar dat was het wel. Laatste half uur gebeurde er niet al te veel. En zo eindigt Jong FC Utrecht tegen Liel in 1-1. Een goal voor Tommy van Butselaar. Die zoals gezegd op een vrijwel identieke wijze scoorde. Als tegen Vitesse. Ja, nee, dat klopt. Twee afvallende ballen. De man van de rebound. Ja, nee. Als jij zo wel gaat noemen, vind ik het goed. Als ik nog een paar rebound doelpuntjes kan maken, dan zou ik heel blij mee zijn. Ik ben net zo blij als met een kopbal of met een schot op doel. Dus het onbekende maakt het ook het interessant van qua speelstijl. Niet dat het zoveel anders is bij ons, maar wel hoe ze dan daartegen spelen. En of je andere dingen ziet bij hun. Ja, we zijn eigenlijk een Liel tegengekomen die best wel fel is. Veel duels speelt. Best wel grote jongens. Snelle jongens vooral. Volgens mij zetten ze druk met twee spitsen. Dus het is even iets anders dan normaal natuurlijk. Uitslag 1-1, maar ik heb gewoon wel dingen gezien waar we weer heel veel op getraind hebben van de week. En ik vond ons vandaag de tweede helft wel wat beter in dan de eerste helft. Ja, die goal van Tommy ook op getraind? Rebound, ja. Op training besteden we ook best wel aandacht aan rebounds. Dus ik hoop dat dit geen toeval is geweest. En dat zulke goals, die tellen ook. Nee, ik juich altijd gewoon heel hard. En ik ben altijd blij met elke doelpunt. Met elk doelpunt, oefenwedstrijd, competitiewedstrijd, dat maakt niet uit. Tommy, rebound van Butselaar. Ja, zeker. Die houden we erin, hoor.